hier in Arnhem bij de Startup Delta Summit heb ik heel veel jonge ideeën, jonge ondernemers gezien die bij elkaar komen om te kijken hoe ze maatschappelijke vraagstukken, problemen kunnen oplossen. En nu op uitnodiging van de RVO om mee te denken in hoe de overheid beter kan samenwerken met start-ups. Je kunt nooit uitschrijven wat je ons weet over start-ups, over ondernemersklimaat, maar het gaat ook om het te doen. Ga niet stil zitten, ga experimenteren. Durf ook te erkennen dat dingen fout gaan. Alles komen er nooit vooruit. En als je wilt innoveren, dan doe je dat niet alleen. Dan doe je dat met mensen die andere kennis en andere ideeën inbrengen. En dan ga je out of the box denken. Dan zul je soms moeten experimenteren. Dan zul je soms risico's moeten nemen. Om uiteindelijk aan het einde van de dag iets voor elkaar te hebben gekregen wat je aan het begin van de dag niet had durven dromen. En volgens mij gaat het daar in essentie om. Geef de ruimte aan jonge ondernemers vaak, start-ups, kleine bedrijfjes. En dat betekent ook dat de overheid in haar beleid zich daarop moet aanpassen. Ruimte moet geven in haar aanbestedingen. Bijvoorbeeld door launching customer te zijn, door producten af te nemen van die start-ups. En te zeggen, wij gaan daarmee naar slag. Wij gaan daarmee de overheid beter maken. Dus ik kijk uit naar die samenwerking en ik bied de helpende hand vanuit het ministerie om hier samen met ons, want we staan op maandbegin, verdere stappen in te zetten. Dank u wel. Ik krijg veel inspiratie hiervan. De mensen die er zijn hebben veel inspiratie. En samen komen we op die manier ook verder.